De genomineerde uit Zuid-Beijerland maakte met zijn drone een luchtfoto van de stad. Met die afbeelding dient hij aanstaande maandag mee naar de titel van beste dronefoto van het jaar. Ja, ik stuur wel eens vaker foto's in. En dit vond ik wel een hele speciale, een beetje bijna mystieke foto. Het geeft wat rust. Het geeft ook wel een beetje aan hoe mooi de Hoekse Waard is. In alle jaargetijden. En ik dacht, nou, deze foto die ga ik gewoon insturen. En wie weet. Nou, gelukkig is die genomineerd als een van de 15 van de mooiste foto's van Nederland. Ferry heeft als professioneel dronebestuurder veel ervaring met vliegen. Toch is het ook voor hem niet zo simpel om met een drone de lucht in te gaan. Om het goede en het perfecte shot te maken, dan, dat vergt toch wel wat oefening. Hier in de Hoekse Waard, daar gelden strenge eisen, vooral voor commerciële vliegers. Wij mogen niet hoger dan 40 meter, omdat het een laag vlieggebied is. En niet verder dan 50 meter dan de piloot of een observer. En daarbij, de observer, dat is dus ook verplicht. Je moet altijd iemand bij je hebben die het luchtruim in de gaten houdt. Ferry heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt. Sommige drones bestuurt hij zelfs in zijn eigen huis. En dan vlieg ik daar gewoon door mijn woonkamer mee en mijn vrouw gek maken. Het is gewoon leuk om met zo'n apparaat bezig te zijn. En een stukje ontspanning en ook een beetje creativiteit wat je met de camera kan doen. En dat blijft gewoon leuk. Maar het gaat mij niet om de prijzen natuurlijk, het gaat om de eer. De eer is sowieso al dat ik genomineerd ben. Dus daar ben ik al heel blij mee en heel trots op.